sta ik hier dus bij een winkel. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammel van de Werf. Mijn man heet Roderick Stammel van de Werf. En het is vandaag zondag. En ik ben de datum kwijt. Volgens mij 19 juli 2020. Ja. Loopt nu tegen 16:30. Maar alsnog wens ik jullie sowieso heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk, dat zeg ik. Ik mag niet liegen. Nope. En het is vandaag inderdaad lekker zondag 19 juli. Dus 16:04. Kijk, daar hebben we Lovely liggen. Hé, meisje. Lovely. Speedo. Meneer en mevrouw daar. Nope. Tik erop. Tik erop. Ja, ik geef je gewoon een tik. Hey. Je bent mooi. Wat gaan we doen? Kop, 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 kop. Net, dat, dat, dat. Wat niet doen, hè? En daar hebben we Beauty. Hey, meisje. Even op het balkon kijken. En hij lukt. En daar hebben we Lady liggen. Lekker weer op het balkon, hè, meisje. Nou, lekker thuis. Meisje. Draak je er ook weer bij? Ja, je bent toch buiten geweest? Ik ga zo nog even lekker liggen, ik ben moe. Hé? Hey. Ja. Ja, mensen. Ik ga nog eventjes denken, een uurtje of anderhalf uur nog even lekker op bed. Ik ben gewoon echt moe. Hele rare nacht weer gehad. Ver op achter de bar. Ja, en als je dat even niet meer bent gewend. Het leuke nachtleven. Dan ben je moe. Nee, die is niet voor jou. Jammer, joh. Nee. Die is niet voor jou. Sorry. Die is een lady. Dus ja, ik ga nog even lekker op bed liggen. Zonder de hondjes. Gewoon even lekker maar rust. Hun kunnen lekker naar de balkon toe. Ja, je bent lief, meisje. Ja, je bent ook lief. Dus ja, dat. Ja, toen was het alweer bijna 1:30. Ik heb aardig wat geslapen. Rodi is nou met de hondjes uit. Yep. En ik zie jullie morgen gewoon. Want ja, ik ga deze vlog nou niet afsluiten. Nee. Dit wordt gewoon even 2 vlogs. Want anders is het wel heel erg kort. Dus ik zou zeggen gewoon tot morgen of anders tot straks. Ja, een hele goede middag. Het is alweer lekker zonnetje. Heerlijk. Zalig. Mag niet klagen. Nee. Ik zit lekker op het volle balkonnetje. Ook lekker. Rauw is even met de hondjes. Ook lekker. En we gaan zo meteen even nog even een hort op. En ik wil zo even lekker sowieso even naar de kapper. Even mijn puntjes laten doen. Is ook lekker. Daar heb ik gewoon zin in. Dus waarom ook niet? Ja. Dus even kijken of ik dan ook nog kan vloggen. Met, dat en dat Roderick erbij is. Denk het niet in verband met dat hele gedoe. Maar onze koning heeft ook wat anders gezegd. Het is een fake. Het is ja. Nou, onze mooie kroonprinses die heeft hem ten orde geroepen dat hij het niet kon maken. Maar ja, maakt niet uit. Maar het is wel mooi via. Ja. Dat moet ik nageven, dat het heel mooi weer is. Lekker. Daar is ik al. Ik ben nog wel iets, een beetje nog moe. Maar niet zo meer als gisteren, moet ik zeggen. Nee, ik ben wel wat opgewekter. Ja. Dus nee, ik ga even met Ruif overleggen. Ik moet sowieso dan even een afspraak maken bij de tandarts wil ik zeggen. Jou elkaar in. En bij de kapper.
Dus ja, en vrijdag mijn eerste rijles. Automaat. Ja, dat is ook wel weer wennen, denk ik zo. Maar ja, ik ga niet zoveel praten meer. Ik zou zeggen, gewoon weer genieten van vandaag. En ja, het zijn wat jullie dus gisteren al zagen. Dit worden twee vlogs. Gisteren was een hele korte vlog. Maar gewoon twee vlogs in één. Moet ook even kunnen. Want anders was het niet echt de moeite waard om die vlog in elkaar te gaan zetten. Was het van iets van 3 minuten. Nou, dat vind ik niks. Dus, yep. Dus ja, komt wel goed. En toen zat ik lekker binnen. Want ik heb een pakketje binnen. Dat heb ik besteld eigenlijk bij de BCC. Ja, maar ik word er niet voor gesponsord. Nee. Maar ik ga het wel even lekker gezellig met jullie uitpakken. Dus ik pak. Dat was gewoon leuk eigenlijk. Een schaar. Kijk. En dan ga ik lekker zo. Doe ik het even zo. Ja, jullie krijgen het zo meteen wel te zien wat ik heb gekocht. Het is voor de PC, sowieso. Het is altijd handig. Ja. En Roderick die weet het ook al. Dat is Roderick zijn idee. De grootte ervan. Dus. Dus die raad heb ik ook maar gewoon even opgevolgd van mijn liefdallige mannetje. Ja, schaartje kan ik daar weer. Papier. Waarom zo'n klein doosje en dan zoveel lucht? Nou. Wat ik al zei. Bij de BCC. Jee. Hola die yo. Door de DHL bezorgd. Duurt heel lang. Wat zeg ik? Zoveel lucht. En zo'n klein pakketje. En zo'n grote doos. Het slaat nergens op, hè? Handig. Oepsie. Die blijft ook gewoon liggen ook, hè? Nee, ik kwam erachter dat mijn D-schijf namelijk een beetje overvol aan het raken is. Ja, als je vlogger bent, moet je dingen op gaan slaan. Dus toen kwam Roderick met een geweldig idee. Nou ja, ik eigenlijk eerst van, joh, hey schat, mijn MND-schijf is vol. Zal ik gewoon een extern harde schijf bestellen? Ja, is goed. Dus ik ga googlen. En zoals iedereen dat zou gaan doen, hebben gedaan. Lekker Nederlands. Hè? Dus toen zei ik, dus ik vroeg aan Ro van, zal ik dan 1 terabyte gaan kopen? Nee, zegt Ro, 2 terabyte. Ja, oké. Okay. Nou, dan kan ik er lekker veel op knallen. Dat heb ik dus gedaan. En nu ben ik hem aan het open puzzelen. Ja, en ik heb hem open. Nou, 2 terabyte. Helemaal geweldig. Ik heb er al zo 1. Maar deze wordt echt alleen maar voor het vloggen op te slaan. Dus dat gaat ook op een papiertje. Dat mag Ro lekker gaan maken. En dan vloggen. En dan gaat dat dus gewoon lekker opgeplakt worden, dat het dus echt alleen voor vloggen is. Maar zo handig. Nou, ook, nou, joehoe. Dat is handig voor onderweg. Nee, dat is niet handig voor onderweg. Je wil even ook nog vloggen opslaan. Ja, dat snap ik, maar precies, ja. Precies, ja. Het is een blauwe, hè? Is dat in? Ja, geen idee. Maar, Maar oké, ik kan weer lekker gaan opslaan. Ja, dan hoef ik ook dus mijn hele laptop dus wel mee. Maar ik kan het gewoon hier op, toch opslaan. Ja. Oh, wat handig. Ja. Idee. Mag niet klagen. Nee. Ja, maar. Dus dat ga ik even gelijk doen. Dus gelijk de koe bij de horens pakken. Helemaal best. Zo noemen ze dat wel eens. Dus dat ga ik gelijk doen. Dus ik ben er blij mee. Maar dit hoort. Ja, ja. Wauw. Ja, maar dit is ook gewoon al mooi, toch?
Nou, dus we, want trouwens je ook. Kijk, daar is je. Leuk, gezellig. Ik zit nou lekker even bij Henk Kraan in het winkelcentrum. Ik heb lekker een lekker bek besteld. Lekker, heerlijk. Ik heb er zin in. Lekker wel. En jij wilt toch niks van vis hebben? Die vis is lekker. En wil je misschien een broodje kroket of zo? Ik weet niet. Geen vis kroket. Dat is toch lekker? Het is lekker. Maar wat lust jij daar wel? Even vis, helemaal niks? Nee. En gewoon een normaal broodje? Normaal broodje. Een puntje? Een wit puntje? Geen vis smaakt wel. Maar weet je, en dat vis heel gezond is voor je? Vis is niet gezond, vis ligt je dood. Daar zit namelijk zuren in die goed voor je zijn. Dat zal dus dat er ergens anders goed zijn voor je. Nou, zo denk ik ook, dat is over. Heerlijk. Dus wil je iets lekkers hebben en je bent in de buurt, ga zeker even naar Henk Kraan. Ja, de beste van heel Den Haag, vind ik. Van heel Leidschagen, ja. De Mall of the Netherlands, moeten we het nou wel in principe goed gaan zeggen. Ja. Dus ik heb even reclame voor je gemaakt. Ja, dat scheelt weer. Eén merk lelijk. En Roderick die heeft een lekkere Coca-Cola. Ook bij Henk Kraan. Ja. Henk Kraan is gewoon de beste. Rietje, ja. Die is van het hard karton. Terwijl ik jeuk op mijn... Nee. Daar, ja. Daar heb ik jeuk. Ah, lekker jeuk. Jukte. Dank je. Als je toch door wil gaan, hè, meneer? Ja, oma. Ja. Julia de Red of zo? Wat ik het? Toen laat je net. Toen kwam er nog cola uit. Ja, handig. Jo. Ja. Klinkt maar lekker. Lekker. Cola. Is af en toe? Ja. Kijk, en daar komt mijn vis aan. Handig, lekker. Kijk, lekker. Nee, dat weet ik ook niet, nee. Kijk, dank je. Nou, ik ga het even filmen wat ik hier voor mijn neus heb. Oeh, lekker. Mama jaloers maken zo meteen. Nou, dat zeg ik. Als je ergens naartoe wil, ga lekker naar Henk Kraan toe. Kijk. Nee. Even zo. Nice. Ja. Mooi, wauw. En met die rode kleur en die zit er ook heel mooi in weer. Even. Dat is een beetje rood. Ja. Okay. Ja, heel goed. Je bel schat. Sta ik hier dus bij een winkel. Heb je dit? Ja, helemaal geweldig deze. Geweldig, echt waar. Hilarisch. Oh. En ik ga even naar de Jumbo, want ik heb een briefje van Ro gekregen. Dus, en ik ben nou, wat jullie hebben gezien, bij de kapper geweest. Yay. En we gaan zo meteen lekker uit eten. Wij samen. Een hele goede avond. Ja, daar is Roderick ook weer gezellig. Maar wij gaan deze vlog gezellig afsluiten. Want we zijn nu dus even met de hondjes aan het lopen. Zoals jullie wel waarschijnlijk merken. Maar vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral abonneren. Doe het belletje aan. Tringelingeling. Doe het duimpje omhoog. En laat vooral een leuke reactie achter. Want we reageren altijd weer gezellig terug. Hi schat!
En maar jij wil er ook weer nog... jullie moeten er ook nog op, hè? Ja, precies. Maar dan moet je wel even een afspraak maken met mij. Ja, top. Helemaal goed. Dus ik zou zeggen, abonneer gezellig. En kom lekker bij de familie Sammel van de Werf. Precies. Tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei. Doei.